De turbulente tijden voor de Duitse auto-industrie die slaan over naar de trucks en ook de carrosseriebouw. Onder druk van concurrentie uit China hebben 40 Duitse MKB-bedrijven nu samen de handen ineengeslagen. Het zijn niet de bekende namen, maar bij elkaar vertegenwoordigen ze per jaar toch wel een slordige 500 miljard aan omzet. Stop. En het bijzondere van dit verhaal is dat het digitaliseren van hun samenwerking, dat hangen ze op aan een Nederlandse manier van werken. Je hoort een reportage van onze BNR Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Tussen de uitgestalde vrachtwagens, laadpalen en omgebouwde busjes hangt de geur van hamburgers. Dit was even wat minder. Hier ging een heel blad tegen de vlakte. Maar daar laat Matthias Born van Van Select zich niet door afleiden. We hebben hier QR-codes op de tisch. Einfach bestellen en loslegen. Schmeckt super. Iedereen zit hier hamburgers te eten op de stand. En dat zie je ook niet altijd naast de laadkleppen en alle bijzondere voertuigen. Man wil zunächst natuurlijk het product wat man hebben möchte. Also welches auto wil ik denn voor welchen bedarf? Op de bestelterminal kies je voor het product dat wij erop bouwen. Je klikt de gewenste auto aan en met een digitale handtekening wordt het contract getekend. En dan matcht man dat met de auto. Ik ben Peter van Harten, ik ben directeur van ISA Business Software en daarnaast ben ik de Smart Industry Ambassadeur van het Smart Industry Programma in Nederland. We hebben de afgelopen maanden diverse carrosseriebouwers in Duitsland bezocht en van binnen ook bekeken. En eigenlijk vastgesteld dat er behoorlijk inefficiënt gewerkt wordt, zodat heel veel processen niet digitaal zijn. Ja, we arbeiten zeer veel met zeer goede producten, die aber leider zeer weinig digitaal vernetzt zijn. Want met de bestelling gaan de radertjes draaien. Richting sales, voorraadbeheer, planning, productievloer en de onderaannemers. Iets wat nu nog met pdf'tjes per e-mail handmatig gebeurt. Maar met het verdwijnen van de dealernetwerken raakt Made in Germany in de verdrukking. De verkäufer gaat immer meer in den Hintergrund. Dat heißt, we versuchen den verkäufer irgendwann zu umgehen im Fahrzeugbau. Net zoals Schutz Fahrzeugbau hebben zich nog 40 bedrijven aangesloten die data delen. De endkunde gaat immer meer online en versucht dort zijn product te vinden. Ja, der Impact ist recht einfach. Wir glauben, dass wenn wir aus der Kundenbrille sehen, wir immer das Richtige tun. De klant centraal stellen met bedieningsgemak. Niet per se een Duitse kernkwaliteit, zegt Van Select zelf. Dan zijn we op de richtige Seite en de impact is dat alle Leute nachher über unser Tool Autos bestellen werden. Ook Nederlandse bedrijven kunnen zich aansluiten bij Van Select. De ambities zijn er in elk geval hoog. De volgende stappen zijn dat we dit samenwerkingsverband naar een volgende niveau gaan tillen. Door samen met een aantal grote OEM's, dus denk aan Renault, aan Maxus, aan Ford. Verder gaan uitrollen in eerste instantie in Nederland, in Duitsland, maar daarna in heel Europa. En dat zijn Peter van Harten, Duitsland directeur van ISA Software en internationaal ambassadeur van het platform Smart Industry. Hij sprak met Duitsland correspondent Dirk Marseille. Het ging inderdaad om die Duitse automotive truckmarkt, waar ongelooflijk ook last is met die Chinese truckbouwers. Los daarvan, Robert Habeck heeft gisteren zijn overleg gevoerd met BMW, Mercedes en met Volkswagen. De autotop. Om een autotop te hebben, daar is op dit moment nog niets uitgekomen.